Als je wilt dienen in harmonie met Gods wil, ken dan het soort mensen dat hij haat. En ken het soort mensen waar hij van houdt. Welk soort mensen hem kan dienen. Welk soort mensen God zal vervolmaken. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt om te dienen. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt om te dienen. Je moet het doel van Gods werk kennen. Het werk dat God momenteel doet. Dan moet je door de leiding van Gods woord eerst binnenkomen. En Gods opdracht aanvaarden. Wanneer je Gods werk geschikt om te dienen, ben je geschikt om te dienen. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt om te dienen. En wanneer je God dient, zo duidelijk zult herkennen. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt om te dienen. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt. Effect is bereikt, kun je dienen zoals God dat wil. En je zult vervolmaakt worden door God. Tijdens je dienst aan Hem. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woord ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt om te dienen. Wanneer je Gods werk echt kent en Gods woorden hebt ervaren, ben je geschikt om te dienen. Ben je geschikt.